Hallo allemaal, het is Jan van der A, deze keer vanuit Gambia. En vandaag ga ik het hebben over waarom je de taal die je wilt leren nog niet vloeiend spreekt. Nou, hier op mijn YouTube-kanaal kun je zien dat ik ondertussen heel veel talen heb geleerd. En veel van die talen spreek ik ook aardig vloeiend. En ja, hoe komt dat nou eigenlijk? Wat moet je doen om een taal vloeiend te kunnen spreken? Op school leren wij natuurlijk een taal voor Engels bijvoorbeeld, of Duits of Frans hebben we misschien voor een paar jaar gehad. Maar ja, toen we ons examen in Frans hadden gedaan, spraken we nog steeds geen Frans of nog steeds geen vloeiend Duits. Hoe komt dat nou eigenlijk? Nou, om een taal goed te leren moet je twee dingen goed beheersen. Eén vaardigheid is de vaardigheid van het aantal, zeg maar de kennis die je hebt van de taal. En dan gaat het over vocabulaire, hoe groot is je vocabulaire, de grammatica, of je die goed beheerst. Dat is zeg maar één. En dan aan de andere kant is de vaardigheid waarmee zeg maar, hoe vloeiend je kunt uitdrukken in een taal. En je kunt jezelf best vloeiend uitdrukken in een taal met een beperkte woordenschat. Dus de een is hoeveel weet je over de taal en de andere is wat kun je doen in die taal. En op school leren wij, of in een taalkursus, leren wij vaak alleen maar dingen over de taal. We leren over de grammatica en we moeten woordjes leren. Maar we hebben niet genoeg ervaring om die taal te gebruiken. En daarom denken veel mensen dat als je vaak in een ander land hebt gewoond, dat je dan vanzelf vloeiend wordt. Nou, dat is vaak niet waar. Ik heb zelf een tijdje in China gewoond. Ik ken veel Nederlanders die daar al jarenlang wonen. En die spreken nog steeds geen woord Chinees, omdat ze alleen maar in de bubbel blijven. Dus om uiteindelijk vloeiend te worden in de taal, moet je die taal heel veel gaan gebruiken. Dat is eigenlijk het simpele antwoord. Dus alleen maar studeren, oké, is goed. Maar op een gegeven moment moet je wel zeggen van oké, en nou ga ik beginnen met spreken. Dan zou je kunnen zeggen, ja Jan, maar ik woon niet in het land. Hoe kan ik nou goed worden in de taal als ik niet in het land woon? Ik heb geen vrienden die die taal spreken. Nou, tegenwoordig, het is nu dat we dit filmpje opnemen, is 2017. Er zijn heel veel websites waar je talen kunt oefenen en waar je ook leraren hebt. Bijvoorbeeld, een van die websites is italki.com. Ik zal de link hier beneden neerzetten. En dat is dus eigenlijk een website waar je heel makkelijk leraren kunt vinden, waar je de taal mee kunt oefenen. En je zult merken vooral dat als je een taal al een tijd lang op school hebt gehad, dat als je die taal gaat oefenen, dat je eigenlijk dan pas begint met het trainen van die tweede skill. En dat is het aantal dingen die je in die taal kunt doen. En als je dat doet voor een langere tijd, hè, kijk, dit is hetgene wat je over de taal weet. En als dit zeg maar je spreekervaring is, en je gaat dat zeg maar iedere week een paar keer, een paar uur oefenen met een leraar, bijvoorbeeld op zo'n website, dat die uiteindelijk ja, die skill ook steeds en steeds sterker wordt. En dan op een gegeven moment kom je op een niveau dat je echt comfortabel wordt in de taal en de taal makkelijk kunt spreken. Nou, laat me even in de comments weten hier beneden wat je hiervan denkt. Heb je inderdaad veel ervaring met het spreken van een taal of heb je alleen maar een taal in school geleerd? Ken je dit gevoel wat ik nu beschrijf of helemaal niet? Laat me weten hier in de comments en dan zie ik jullie snel weer.